Goedemorgen, het wordt een mooie dag vandaag met flink wat zon. Wel kan er in het westen van het land een enkel buitje vallen. De temperatuur die ligt vanmiddag zo rond de 10 graden. Vanochtend is het ook al fris, want we komen uit een frisse nacht met lokaal vorst aan de grond. Temperaturen liggen vanochtend zo tussen de 5 en de 8 graden. Waar het een zwakke tot matige wind uit het noordwesten en er is dus flink wat zon alleen in de kustdistricten, daar valt lokaal een bui. Vanmiddag neemt die buienkans verder af. Het is dan een graad of 10, 11 Vanavond zijn de brede opklaringen. Temperatuur daalt snel en de wind valt weg. Er kan hier en daar al een mistbank ontstaan en vannacht is er kans op meer plaatsen dat er mist ontstaat. Temperatuur kan hier en daar onder het vriespunt komen. Morgenochtend flink wat zon, alleen daar waar mist is ontstaan is het eerst grijs. Geleidelijk kan los de mist op en smiddags wordt het aan zo'n 9 graden op de meeste plaatsen. Vanaf woensdag wordt het weerbeeld duidelijk weer wat wisselvalliger. Er is meer bewolking en de wind die gaat ook weer wat toenemen. Woensdag wordt het zo'n 8 tot 9 graden, vanaf donderdag 10 tot 11 graden en ook de nachten worden dan minder koud. Maar zoals gezegd, het wordt wel een wisselvallig weerbeeld. Mijn naam is Raymond Klaassen. Ik wens u nog een fijne dag.